David, I have to congratulate you two times because, first of all, you made a transfer, but also you won the cup this weekend. Yeah, thank you. Thank you so much. Yeah, it's been a hell of a week, yeah, if I can say so. What's the better thing, winning the cup or signing for your new club? That's a really difficult question here because, you know, winning something with your boyhood club is a dream come true, and also taking this big step here to go aboard from Norway is also a boyhood dream. So I don't actually know. Yeah, that's a very good answer, that there are two dreams coming true in 1 week. Yeah. It's a great week for you. Can you tell us a bit about the process that you got, first the intention of AZ and then the way to the signing today? Well, I heard a bit about the interest from AZ 2-3 months ago, and I also heard that they have been sending a lot of scouts for a few months now, and also talking with my agent Stig, who has done an incredible job here with the communication with the board from AZ and towards me. It's been a bit difficult to keep my head at Brandenburgen, where I played played this month. But I think I've done a good job and trying to show that out as good as possible. En wat opvalt is dat hij, we zeggen het altijd zo mooi, in het profiel past van de linkervleugelverdediger die we zoeken. Dus alle eigenschappen die we zoeken in een speler op die positie, die heeft hij. En buiten het veld, ik sprak hem net al even, hij kwam over als een extravert persoon. Hoe heb jij hem gezien en ervaren? Hetzelfde. Hij praat makkelijk, hij heeft wat te vertellen. Hij is ook in het veld is hij aanwezig. Dus dat zijn natuurlijk uiteindelijk ook weer hele mooie positieve pluspunten voor een speler. I come in with a lot of energy, always running up and down that left side with a lot of energy and passion, and try to be as forward-looking as possible, to take my touches forward and pass forward, and also defend forward. So I'm a energetic player, if I can say so. Als je dan naar ons kijkt, we hebben natuurlijk twee jongens op de linksbackpositie op dit moment. Is dit dan ook een soort voortsorteren op het feit dat we er misschien één kwijt kunnen raken deze zomer? Nou, dat is ook geen geheim. Hè. Je leest heel veel, je hoort ook heel veel. Milos hebben we het over, die hebben we gisteren ook zelf horen zeggen in de media, dat er natuurlijk veel belangstelling is. Nou, dat is geen geheim voor hem, dat is geen geheim voor mij. Wij zijn in goed contact met elkaar, we weten van elkaar hoe we erin zitten. Dus natuurlijk is het altijd een beetje voorsorteren. Kijk, op het moment dat er dan een hele mooie optie op je pad komt, dan kan je ook niet al te lang wachten. Want we weten ook dat er voor deze jongen veel meer belangstelling was. Dus hebben we gemeend om in ieder geval wel vroeg te schakelen. Dat wil overigens nog niet zeggen dat er een speler weg is. Nou, als het zo is dat we uiteindelijk meerdere spelers voor die positie hebben, dan wordt het een hevige concurrentiestrijd. Since I've heard about their interest and I've watched a lot of games actually, and they play a lot of the same ideas as I already have played before. Of course, this is a big step in the level of the players and the intention. So that's the main reason, and also that I feel really wanted here at AZ. So that's the main reason. Tot slot, wanneer sluit David aan? Is dat gewoon met het moment dat wij met de voorbereiding weer gaan beginnen? Die seizoenen lopen natuurlijk iets anders, hè, in Noorwegen. Ja. Ze zitten nu in de start van hun seizoen. Ze zijn in april begonnen. Het is de bedoeling dat hij bij de start van onze voorbereiding dat hij aanwezig is. En het is nog wel zo dat hij het EK gaat spelen met het nationale team van Noorwegen. We gaan zien hoe ver zij komen en hoe eerder ze uitgeschakeld zijn. Of die er überhaupt heen gaan, dat moeten we nog afwachten. Maar we gaan er in ieder geval voor zorgen dat hij zo snel mogelijk aansluit.